Dit statige huis is voor veel Vlissingers nog bekend als het vroegere stedelijk museum. Bouwhistoricus Ronald ten Broeder vertelt het minder bekende verhaal over hoe het die functie kreeg. We staan hier bij een heel bijzonder gebouw. Het ziet er al bijzonder uit natuurlijk, want het heeft een hele bijzondere architectuur. Eclecticisme noemen we dat. Een stijl die in de 19e eeuw gebruikelijk was. Aan de kavelbreedte zie je al dat het een heel breed gebouw is. Het waren oorspronkelijk twee gebouwen, twee 16e eeuwse panden, die in de 19e eeuw in 1881 zijn samengevoegd en tot één groot deftig woonhuis zijn gemaakt. Hier woonde een familie van der Ost, en dat was een industriële familie. Willem van der Os, was fabrikant van brandspuiten. Hij deed het goed. En tenslotte in het begin van de 20e eeuw, hij was overleden, is dit in handen gekomen van zijn weduwe. Hij had één zoon, ook Willem van der Os. En dat was een student en die verzamelde veel antiquiteiten, boeken, kunstvoorwerpen en had daar een hele verzameling van opgebouwd. In 1914 heeft de weduwe van der Os bepaald bij het testament dat het gebouw in handen van de gemeente zou komen, aan de gemeente zou worden vermaakt, op voorwaarde dat de oudheidkundige verzameling van Vlissingen daarin gehuisvest zou worden, waar de reeds bestaande verzameling van haar zoon, van Willem van der Os, zou worden gevoegd. Dus dat betekende een bijbehorlijke verzameling oudheidkundig materiaal, boeken, voorwerpen en dergelijke die bijeen zijn gebracht. En dat is de basis geworden van het Stedelijk Museum. Daarna is het weer verkocht. Het Stedelijk Museum is het Maritieme Museum geworden, is naar het Lamsingshuis verhuisd. Maar nog altijd is dit een zeer imposant gebouw. Het heeft zijn oorspronkelijke bestemming weer teruggekregen, namelijk woonhuis. Maar ik denk dat heel veel Vlissingers hier toch nog de herinnering aan hebben als het voormalige Stedelijk Museum.